Thank you.
Thank you.
De nog steeds heel jonge violiste Noah Wildschut samen met het Concertgebouw Kamerorkest in het vierde vioolconcertkuchel nummer 218 van Mozart tijdens dit zondagochtendconcert in een bomvolle grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Noah Wildschut, die heel even het podium heeft verlaten. U kent dat wel via die beroemde trap even omhoog. En dan zal ze zeker nog even terugkomen om nog wat extra applaus in ontvangst te nemen. Daar is ze alweer. Het zondagochtendconcert van Avro Tros op Radio 4. Dat vandaag dus ook te zien is via de website nporadio4.nl/live. Ja, Noah Wildschut, die dus ook haar debuut-cd aan Mozart wijde destijds. Ze legt haar boeket op de grond. Dat betekent dat we nog wat te horen krijgen.
Een extraatje was dat van violiste Noah Wildschut. Het andante uit de tweede sonate voor viool solo van Johann Sebastian Bach. Ja, en het boeket dat ze heel even op de grond, op de vloer van het podium had gelegd, heeft ze inmiddels weer opgeraapt. En ze gaat ons, denk ik, verlaten, violiste Noah Wildschut.